kan niet de ploeg gaan doen. Kom eens horen wat zij met de willen. En die twee africhters, Willeperk en Willy Lok, die schudden op elkaar zijn handen of slatten zo'n slag. En hier is de eerste ronde van die gevecht, beplan door 10. Er zijn een beetje problemen met die lichten hier. Maar als ik zie voor James Quick Tillis, voor die mensen wat misschien kijken en baie onkundig met boxers, Johnny Coetzee is die man met die blauwe boksbroekie. Nou links in die beeld en James Quick Tillis die met die wit boksbroek vanaf aan die achteruit bewegen. Zo het hy tegen Gerrie Coetzee ook, en dat is een baie mooie rechterhou van Johnny Coetzee wat voor Tillis daar tegen die kant van die kent getref het. Ons weet dat Tillis kan uitgeslaan word. Maar een vinnige kort rechterkap. Kijk hoe prachtig slaat Tillis daar linker boer die vuiste van Johnny de Plooy. En hij is een man dat van die hele kruid gebruik maakt ter verdediging. En de plooi zal zijn werk uitgeknipt moet hij om hierdie man vast hebben. En de plooi weer aanval. Dat is wat gebruik maakt van die touwen. Maar ik denk hij daar hou ook gevoel. Johnny zijn beste hou is eigenlijk daar die rechter wat hij afslaan als zijn tegenstander. En hier heeft hij natuurlijk die teken wat een beetje korter als hij zelf is. Tillis wat gebruik maakt van die kruid. Johnny op die oomlik platvoet wat achter Tillis aanloop. Tillis wat uitgekomen is in het begin van die gevecht wat met een baie mooi linker raak wil. En daarna het Johnny om met een prachtige rechter raak geslaan. En die ookies voel nog mekaar. Nou, dat was allemaal een goed voor Johnny de Plooy na daar die vinnige aanval. Maar Tillis het gewoon vinnig met die invuist bedij. Nee, want dit was nog sommer niks nog daar. Nee, daar is 10 rondes om te gaan. Dat is een geliepsige rechtheid rechter wat Tillis ook al vanavond gebruik het. De plooi zijn oor baie wijd opgesperd op zijn tegenstander James Quick Tillis. Kijk, een man wat daarom al samen met wereldkampioenen in die kruid was. De vorige wereldkampioenen. Mike Weaver, Gerrie Coetzee, Mike Tyson. Verloor tegen die Brit Bruno. Maar dit nadat zijn oog gesnij was. Ja, en dit is weet een mens dat Tillis ook gesnij kan worden. En dit is natuurlijk ook altijd een moeilijkheid in een zwaar gevecht. De eerste ronde verloor baie gelijk op. Tillis maakt gebruik van rechtheid linker en rechtheid rechter. En daar had hij een beetje aangevallen naar die lijf toe. Dus het is goed om zwaar gewichten te zien naar die lijf toe slaan. Eén ding is zeker, en dit is dat James Quick Tillis een baie goede toets voor enige bokser is. Je zal onthou dat Peer Koetser om daar die reden gesê dat de plooi op die aanval, maar die van daar die houwe rechtig mooi schoentreffers nie. Dat Peer Koetser eindelijk sy breek gemaakt het met sy bestuurder, omdat hulle wou hy moest in hierdie eindste James Quick Tillis box. En ja, nou is dit Johnny Coetzee wat weliswaar paar maanden later die geleentheid kry en wat ons al moet oortuig dat hy daarvan gebruik kan maak. Johnny de Plooy, ja, Johnny de Plooy links in beeld. Als die klok lei voor die einde van een interessante eerste ronde. Harold, net vinnig je opsommings voor het ons luister naar wat die boeken voor elkaar zijn. Man, Andries, die ronde is baie gelijk op Johnny wat met Hakko probeer inkom het. En aan die andere kant Quick Tillis met rechtheid linker en rechtheid rechter raak probeer slaan het. Ja, dat is zoals het gezien het. Tillis wat die rechtheid hou geslaan het. Kom ons luister naar Tillis se hoek daar, bij Willeford. Die mannen al twee oorspronkelijk uit Louisiana, Amerika. Dus Johnny de Plooy en Willy Lok. Hij heeft niet een dramatische eerste ronde uitlophou gebring, dit is ronde nummer 2. En ons krijgt toch die indruk dat wie hier ook al wen vanavond zal moet werk daarvoor. Johnny het zelf een uitstekende rechtheid linker. Dat hij daar gebruik het nu en opgevolgd het met die rechter. Linker zwaai kaphou van Tillis wat deerkom naar rechtheid rechter. Twee hierdie mannen slaan geweldig hard. En wat de mens ook moet in gedachte hou is dat Quick Tillis in die vierde ronde die er Mike Tyson plat geslaan is, maar dat hij daarna opgestaan heeft
En in die laatste vier rondes eindelijk sy kritici stilgeslaan het, door volgens baie kenners daar die rondes in te pannen. Ou veteraan van die Amerikaanse beroepskruid Tillis, jy kan sien hoe mooi het hy sy gezicht daar beskerm, door die handskoene net eenvoudig voort te hou. Is natuurlijk Johnny de Plooy se groot kans, hy is gevechte in Amerika beloof, enige gevechte in iemand op die wereldranglijst as hy hierdie in vanavond kan wen. En ons ken allemaal die kwaliteit van sy teenstand vanavond. Van de Plooy, hy sal met die luifel aanval met sy lauwe bietjie lig. Tillis doodkalm en bereid om sy kans af te wacht om daar die bomme van hom hier in die lucht te laat flits en te laat afvuur. Maar die tweede ronde, Plooy wat daar eindelijk met die elleboog geslaan het, maar het was heeltemal spontaan, dus as hy hou wat voorbij getrek het. En nou raak dit natuurlijk een tactische beweging wat nu hier van die gang is, Harold. Ja, Andries, dat leek op James Quick Tillis op zich gemaakt box. Hij leek baie gemakkelijk. Gooi die linker jab uit, waar Johnny de Plooy eerst even die aanvalwerk doen en probeer om bijkom met een paar linker en rechter haakhouwer. Ons het nou gepraat van hoe Tillis sy lyf daar beskerm het. Hy word nou gewaarsku deur meneer Christodoulou om sy hou 'n bietjie op te hou. Dit is maar die tweede ronde en daar lê 10 van hierdie rondes nog 8 voor na hierdie een afgehandel is. Dit is manne wat hard slaan, wat baie energie gebruik en wat ons aanneem al twee behoorlik fiks is. Die gesoppere kopstam daar as die klok die einde van die tweede ronde aankondig. Ons gesels met die in die volgende derde ronde weer, maar ons gaan nou eers kyk na reclameflits. Stem saam dat tot dusver die geveg nog heeltemal gelijk is. Dit is wanneer die klok lui om die begin van die derde ronde aan te kondig. Ons kyk of enige een van hulle tactiek gaan verander. Tot dusver was dit 'n Plooy wat vorentoe beweeg het om aan te val en Tillis wat bereid was om die teenhoue te slaan en die reghoue te slaan. Dat hy de Plooy se ken agter oorruk daar Tillis. En dit sal, denk ek, fataal wees vir Johnny de Plooy om sy kalmte te verloor en te wil veg. Want Tillis is 'n vinnige man en hy slaan baie hard. Maar tot dusver gee de Plooy goed rekenskap van homself. Tillis is natuurlijk baie groter as wat Johnny de Plooy is. So ek sal aangeraai dat Johnny moes probeer onder hy lang arms om gekom het, want Tillis maak gebruik van reghet houwe en hy gebruik die kruit prachtig. Johnny lyk natuurlijk meer agressief is as Tillis. Maar die gevecht sal een vorm vind, ek denk hier van die volgende rond of 12. Die manne het hier in die eerste twee rondes al twee. Oh, dit is een hou van Johnny de Plooy. Opgevolg onmiddellik met die combinatie. Die scheidsrechter gaat niet tel nie, want het is zeker beskou als een stamp neer. Maar het was vooraf gegaan weer hou. En Tillis het daar die hou degelijk gevoel. Andries, ons het vroeger van hand gezien dat die kruit vloer een beetje los is. En ek dink, dit was een hou geweest, maar ek dink, Tillis was een bietjie van balans af geweest daar. Dat is die wat moet sê, de Plooy besef dit natuurlijk ook, dat is die wat hy redelijk voorzichtig was daarna om nie sommer net in te storm nie. Hy weet, hy het sy teenstander met die hou getref, maar dat hy eindelijk geglij het daarna. En Stan Christodoulou op sy pos, soos altyd, het nie telling gemaakt nie. Treffer hou van Johnny. Dit is nie derde ronde van hierdie zwaargewig boksen internationaal tussen Johnny de Plooy van Suid-Afrika, Blue Box Broek en
Witboksbroek, James Quick Tillis, Louisiana, Amerika. Johnny is gemaakt om een beetje die elleboog te kap daar, is hy nie, Harold? Ja, Andries, ik denk hij probeert met zijn hele lijf gooi en met die dan beweegt Tillis voor en toe en dis wanneer die elleboog inkom. Maar ik moet zeggen, Johnny Box baie mooi op die stadion. Ik denk dat zijn beste ronde tot dusver. Ik denk zo ja, hij slaan meer houden. Oh. Hij was getref met een lelijke rechterhou hier nie, net voor die klokkie geleid. Ja, misschien moet ons nog niet gesê, dat zijn beste ronde nie, want net toe ons het sê, toe gebeur het, dat Tillis hom baie, baie mooi raak slaan. Een voltreffer plan. En dit was die einde van die derde ronde. Kom eens kijken naar of ons kan zien waar Tillis kruidvloer toe is. Is Johnny de Ploeg hier op die aanval. Tillis wat weg wil buk, daar kom jy wat getref het, opgevolg. En dan slaat Johnny hier boot in die kop vast. Maar mens kan zien dat zijn voet daar iewers vastgehaak het. Die kruidvloer niet baie gelijk nie. Hulle het net voor hierdie gevecht begin het weer eens kom vastslaan. Maar daar is problemen daarmee en ons hoop niet dat dit verder die boksers sal kortwek nie. Dit is die hoek van James Tillis. Ervaring van die Amerikaners wat daar spreek. Dat is kalm, rustig. En die vierde ronde neem aanvang. Ek denk ook hier van die vijfde af sal die poppen begin daas. Maak hulle die kant dik aan, albei van hulle. En die mens wonder of Bou Willever vir Tillis gesê het, jy met die regheid rechter meer slaan, want het kom kort deur die verdediging van de plooi. Maar is die linker wat Tillis nou aanbind. Tillis het een prachtige linker hou wat hy uitstoot. Hy is baie blitsig. Daar was een verwisseling van houwe vroeger in die ronde van beide boksers en dit is baie goed om twee zwaargewichte te zien so baie houwe te slaan. Kijk hoe prachtig rij hij eindelijk daar die houwe is als hij terug beweeg. En die hele effect van daar die houwe daarvan ontneem. Nou, ons onthou dit, is diezelfde Tillis wat ons hier zien. Misschien een klein beetje stariger is die Antje en Gerry Coetzé. Maar net zo uitgeslapen, net zo vinnig met die handen. Gesigte van die skare sê dit ook vir julle, is verdiep in hierdie hevige krachtmeting. Ek denk wat nou hier afstuur op een wille gevecht. Ek moet sê wat die beste van daar die twee gevecht kry en Tillis wat so halve glimlach het en sy hand oplig op hom sê goed hou maar daar een is jou nou. Tillis het geglimlach daar maar ek kan jou verseker Andries dat die linker en rechter hakkou het Tillis seer gemaakt. Dit was twee kort prachtige hakkou van Johnny de Ploeg. Ons denk hier die gevecht sal so van die vijfde ronde af baie levendig word, maar hy is levendig van die begin af en een goeie, baie goeie hou daar weer Tillis, maar opgevolg deur de plooi weer. Dis een vir jou, een vir my. Nie hou vast nie, sê Stanley Christodoulou vir Tillis. En nou is het Johnny de Plooi wat mooi recht hou geslaan het voor die, nie voor hierdie verwisseling. Weer een slag Tillis. Tillis op die aanval. Tillis het zelf gezegd van de Ploeg Berre. Klopley, dus die einde van een baie interessante vierde ronde. En dis een ronde, denk ik, wat in James Quick Tillis behoort het. Andries, ek stem volkomen saam met jou. Ek denk, Quick Tillis het een prachtige houwe deurgekom. Val hier in die laatste paar secondes van die ronde. Kom ons kyk. Op ons gemak weer daarna. Johnny met sy rug naar die camera. Tillis kyk, hy prachtige rechter.
onmiddellijk is hij weer op balans. Spraat van die Amerikaner, hij krijgt zelf gehou van Johnny De Plooy en zwaai dan mis. Ons hoor wat sê Willie Lapp voor Johnny De Plooy. Nee, maar hij kijkt. Is je right, hè? Ja? Voel weg. Niks voor je. Waar let je aan op, John? Ja, dat is niks voor je. Zie je nog altijd omzetten, ja? Ja, Johnny het zelf gezegd en hier het zelf gehoord. Ik voel recht, ik voel helemaal recht. Dit is die halfpadmerk, ronde van hierdie gevecht, ronde nummer 5. Beide boxers lijken nog baie fiks en vars. So ek denk ons gaan nog vierwerken voor hem te zien, Andries. Baie waar is dat hulle al twee mekaar se medisyne geproot en nie weer daarvan wil drink graag nie. Het is duidelik dat hulle al twee uiters versigtig is. Ja, ek denk al twee boksers het groot respect vir mekaar. De Stilles wat nog steeds gebruik maak van die kruit en regheid houwe, waar Johnny Stilles het met een prachtige regheid deurgekom nou. Een ding is zeker, die man is niet oor die muur, soos baie mense dat gedink het nie. Hy is een baie waardige teenstander vir enige zwaargewig ter wereld. Ja, hy het net geen die beste in die wereld verloor, Andries. Hy, mense soos Tyson en Bagne, Gary Couture, weer gewees in die wereldkampioen. So, ek denk, Tillis is nog nie heeltemal van die rangliste af nie. Lijf aanval geweest door Johnny De Plooy. Hij sukkel om die kop lekker die teken te maken. Het is ronde nummer 5 van hierdie internationale geveg in die Standard Bank Arena in Johannesburg. Hulle is baie slim met die handskoene voor die gezicht. Hy tap energie op baie manier, want die houwe beteken nie veel nie en het is geen punte werk. Ek weet Johnny die handskoene voor die handen weg, voor die gezicht wegslaan, maar ek red dit nie reg nie. James wat sy handen hoog hou wanneer Johnny die aanvallen doen met hy link en recht raak vir hom, hou sy handen baie hoog op. Want ek denk vroeger het Johnny gesê van... Hulle wereld. Terwijl jy praat daar, hy stil is waarom het alles gaan. Hy slaan van een Johnny definitief het nie verwacht nie. De Plooy het al een paar keer kennis gemaakt met haar die eistervuister van sy teenstander. En nou staan Tillis ook heel wat stiller. Forst nie so baie energie weer rond te beweeg nie. Lyk asof hy nou dink, ek het my teenstander nou goed deurgekyk en van nou af kan die geveg werkelijk begin. Tillis wat die teenhouwe staan, dan het De Plooy aanval en weer Tillis, prachtige rechtuit linker. De Plooy se kop rug achteroor. Is die vijfde ronde en Tillis wat nou baie meer aanval. So ver Tillis se ronde. Andries definitief Tillis se ronde. Ons gaan kyk na haar reclame. James Creek Tillis. Eerst die rechter en dan die linker. En al twee van hulle is trefferhouwe en punthouwe. Ons het geen huivering om daar die rondte aan James Creek Tillis toe te ken. Ronde nummer 6. En ek het die indruk begin kry dat Tillis begin dink, ek het my teenstander opgesom en ek is nie rechtig skrikkerig meer vir hom nie. Want hy het baie minder op beweeg en hy het baie meer aanvalswerk gedoen. Kom ons kyk of hy dit gaan voortsit in hierdie 6de ronde. Anders wat die lijf ook aanval is nie net die kop nie. Ons hoop dat De Plooy se hoekom goeie advies gegee het oor hoe om daar die reguithouwe te ontduik. Nee, dit was alles windhouwe daar die van Johnny en dit het nie vir hom punte gebring nie. Want hy sukkel tot dusver om die reguithouwe te ontsyfer wat James Tillis van sy kant toe uitstoot. Ja, ek denk Johnny moet bietjie meer laar probeer boks.
Sy boe lyf een bykie laar in kry en bykie nader aan Tillis beweeg, dat Tillis nie kan deurkom met die lang houwe van hom nie. Want Tillis is ongemakkelijk, soos jy kan sien, slaan hy en dan beweeg hy weg met die lang houwe van hom. En hy neutraliseer baie van die aanvallen wat die plooi daar omrug, of met die handen voor of die armboe voor te hou. Ja, dat is een goeie voorbeeld daarvan. Johnny het vanavond gewys dat hy een goeie hou kan vat tot dusver. So, ek denk hy kan samen met die beste in die wereld in die kruid klim, want het is baie min wat zwaargewigte goeie houwe vat. Die mag van Johnny de Pleumere daar ontgeld. Nou gebruik Tillis bykie gewig, gaan lees jou bykie op de plooi. En nou sal mens sien hoe fiks hy is, want ons gaan naar die 7e ronde toe en dan van hier af gaan die fiksheid geweldig begin tel. De plooi ook in hierdie ronde aanmerkelijk voorzichtiger. Sien daar, hy is alles in die handskoene en in die arm vast. Hy sal met een manier kry, en ons praat van Johnny de Plooi, om deur daar die verdediging te priem, om sy punte aan te teken. Johnny het een goeie aanval gemaakt daar, en toe staan hy terug. Ek denk Johnny moes bykie meer aanval werk doen, want ek denk Johnny is so met een kort punt, of wat achter op punt is, ek denk Johnny sal moet provint meer houwe slaan. Nou, hy het dit daar so pas gedoen, maar hy het ook die prijs daarvoor betaal. As Tillis onmiddellik aanval en verdediging en aanval omskip. Die klok lui, nog een ronde is daar wie in. Ons gaan wacht vir ronde nummer 7. Het is altyd een aanvallige dame om die ronde aan te kondig. Die manne geniet het meer as die bok somtijds. Kom ons kyk na hierdie stukkie van die geveg in die 5de ronde. Sien dat Johnny heeltemal oop is na hy daar hou geslaan het en dan staan Tillis eenvoudig weg. Daar is hy, James, die vinnige man Tillis. Ja, word bestaan as die Chris, as die fighting cowboy van Amerika. Just go out there and get with it. Come on, you want this goddamn fight or not, huh? Get with it. Dat is een typische voorbeeld van die Amerikaanse africhtingsmethodes. Hy kry een paar klappe wat my so laat steier het en dan word vir hom gesê, gaan soen toe en gaan boks van een geslarrie man uit mekaar uit. Nou as een van ons boksers weet hier ons africhters behandel word, wonder ek, Harold, wat sal gebeur? Wel, Andries, ek denk dit sal hom een bykie wakker maak as hy aan die slaap geraak het. Sy africhter ken hom seker en hy weet waarvoor hy klap is. Heel moeilijk kan ons een goeie ronde verwacht. Ja, dit wys hier die goeie verstandhouding tussen Bo Willeford en James Quick Tillis. Dis ronde nummer 6. Johnny se kop ruk agter oor as hy getrip word deur die regter. Tillis bou om lee maak, hy bou om lee maak met die regter. Toe staat hy met die linker, want dit was nie heeltemal suksesvol nie. Die skare, denk ek, sien alles waarvoor hulle gehoop het, maar ons sien besondere swaargewig geveg met baie houwe wat gewissel word. Johnny, hy vir 'n verandering onthou van sy regheid linker. En dit is van vrugte gebruik. Dat Tillis wat net eenvoudig vooruit toe storm, en stamp aan sy man. Ja, weer eens het hy vastgehaak op die kruidvloese mat wat een bykie rond beweeg en dis waarom hy Johnny van Blans afgestamp het. Johnny de Plooi, beter vertooning daar van Johnny de Plooi. Tillis glimlach vir hom, de Plooi hevig op die aanval. Tillis het daar die houwe gevoel, daar is geen twyfel daar aan nie. Dit is een veel beter ronde vir die Suid-Afrikaner. Dit is een lelike manier wat Johnny daarvoor hom aangeleer het om voor hom toe te spring.
om te proberen slaan. Hij zit er al van balans af. Hè. En daar is een mooie aanval weer de ploeg. Mooie aanval weer de ploeg. Probeert met een opstopper daar weer te komen. Hij is ook weer gekomen met hem. Dat is een baie beter ronde voor Johnny de Plooy van Zuid-Afrika. Ja, ik denk James Quick Tillis is definitief in die moeilijkheid hier zo. Alhoewel hij het niet wijs nie, maar kan ik zeker hij is in die moeilijkheid. Johnny glimlach ook eens uitgetrekt wordt door de hou van die Amerikaner. Nou ja, daar is weer een slag voor baie mooie hou van de Plooy. Tillis wijs van kom kerel, ik is recht voor jou. Maar dit is typisch Amerikaanse tactiek om niet te wijzen wat eindelijk in jouw binnenste omgaan. Goeie tactiek in die bokskruid. Dus vee Johnny Zahara voor hom zo met een rechtheid hou twee keer naar elkaar. En die klok lei die einde van een goede ronde voor die Zuid-Afrikaner en een wat aan hom behoort. Ik denk Johnny die ronde makkelijk gewen. Ons gaan weer kyk. Lekker van die moderne technologie. De plooi wat daar deurkom moet hy hou. Tillis wat gly weer op hierdie mat. Maar dan kry hy hou achter die nek amper. En Johnny de plooi hevig op die aanval. Tillis maak goed toe. En van hier ook gesien. Tillis wat misslaan. En dan naar die hou ontvang met sy kop achter oor laat ruk. Johnny de plooi sy kop laat ruk. En op sy beurt struikel as hy voor hen toe kom. En de plooi dadelijk weer recht om te slaan. Hij is baie zat. Hij is toch een zat. Zo mooi staan, we gaan niet boven. Blijf boven. Willy Lok en Johnny de Plooy in die woorden gehoor. Hij is baie zat. Gaan naar om toe. Ja, als hij zo zat is, zal ons met zien in hierdie thank you. Ronde. Maar in die vorige ronde heeft Tillis zwaar geleefd. Maar de ervaring van een man met zoveel gevechten en die harde leerschool van Amerikaanse beroepsboks is niet te verswaaien. Ons hoor vir Philly Lock hier uit die hoek uit skreeuw, stap in Johnny, stap in. Nou ja, ik denk Tillis laat toch hard genoeg om een man lelijk schrik te maken. Goeie hou van Johnny de Plooy. Ik denk dat het zo onwijs wees van de Plooy om alle verdediging weer boord te gooien en zomaar net op, oh, en hij loopt om vast en hij loopt van Tillis en dan komt de Plooy voor hem toe. Hij die eerste hou ontvang. Dus ik heb net gezegd dat het zo onwijs van hem wees om alle verdediging weer boord te gooien en te denken dat Tillis klaar met die wereld is. Johnny, wat je nou aan een beetje wild in storm, wat gevaarlijk is voor een ervaren bokser. Wat zal wachten en tien uur proberen slaan van die instorm. So, Johnny moet pas op dat hij niet so, inspringt. Voor alles hij probeert met die rechter aan te slaan en probeer hij inspring. Dat is baie gevaarlijk. Nou ja, dat klap hard, maar dat is die niet handschoen vast. Daar is het. Rechthouw van Tillis, die eist nog steeds aan de tol. Een baie mooie rechterhouw van Tillis, aan die kant van die bloeise gezicht. Harold heeft vroeger vir die gesê, dit is waar, dat een ding is zeker, Johnny de Plooy heeft een ding al klaar voor ons vanaan te wijzen, en dit is dat hij in staat is om een baie harde hou te verduren. Weer eens een goeie hou van de Plooy. Tillis die wacht om in. Weer de Plooy. Nou, daar is die wille aanval van Johnny de Plooy, wat Harold toepas genoem het. Dat de Amerikanen kans hier om zelf uit te zijn bij dit stuk. En die aanval zo amper te neutraliseren. Die Tillis wordt baie hard geslaan, maar hij blijft voeren te komen. Het is verbaasd om te zien hoeveel kracht en vernuf hy nog oor het. Ja, mens moet onthou dat voor die gevecht wat met punte door Tyson weer omgewen is, het Tyson 19 achter die volgende uitklophouwer geplant.
En was het na 19 gevechten met James Quick Tillis wat om zijn 10 rondes kon bezig hou. Klok lei, is die einde van die 8e ronde. Daar lei net 2 rondes voor. Ek denk hierdie twee mannen baie gelijk op die oomblik. Was baie min te kus en te keur tussen die beide boksers. En ons kyk weer een slag hierna. Scenario van Tillis wat recht het deurkom en vir De Plooy in die gezicht tref. Dan is De Plooy onmiddellik, en dit was goeie tactiek van hom, onmiddellik oorgegaan tot die aanval, want dit was haar wat vir hom daar raak geslaan het. Dus kyk na hierdie stukkie, achter die nek amper, De Plooy het in die oor van Tillis, Tillis met die opstopper, ze het gepraat van die rechter opstopper, en dan De Plooy weer op die aanval en dan beweegt Johnny soos wat hy behoort te doen terug. Dit is die voorlaaste ronde wat met aanbreek en dan krijg James weer van Bo Willeford so een paar klappe. Hy sien sperk met seker om achter op die buit slaan. Net om te sê, kom kerel, alles gaan nog goed tot dusver, jy is in die voorlaaste ronde. 9e ronde en ons inziens is hierdie mannen nog baie gelijk. Harry hou het harder gelijk as wat hy was van Tillis. Baie vinnig is meneer Boks van Zuid-Afrika, Stanley Christodoulou daar tussen beide. Ja, maar weer een goeie aanval van die Zuid-Afrikaner, die Oosrander. Het lijf hou daar geslaan door De Plooy as hy voor en toe struikel. Heel wat makker 9e ronde as wat ons verwacht het. Tillis wat aan slag om vir De Plooy heerlijk te laat misslaan daar by een paar geleendere. En eenvoudig net sy lijf te swaai of een pad te tree daarvan. Het lyk of Johnny nou wil probeer deurkom met een paar harde houwe. Ek denk hy probeer druk op Tillis sit nou. Daar Johnny nou weer deurkom met een goeie rechterhoud. Ek denk as Johnny die volgende 2 rondes kan wen, kan hy die geveg heel moeilik in sy guns beklim. Nou, tot dusver in die 9e ronde het Tillis baie min houwe geslaan. Dit is waarschijnlijk tot dusver die teleurstellendste ronde van hierdie geveg, die voorlaaste een. Dan kan ons verwacht dat in die 10e sal die huile weer begin huil. Goeie, skree die mense. Nog baie veg oor in hierdie Amerikanerse lyf het nog lang nie moet opgegeen. Dit was mense wat gewonder het of hierdie manne mekaar werkelijk slaan. Ja, jy kan self oordeel, maar hier word sla uitgedeel en ontvang. Is houwe wat Johnny tegen Tillis handskoene slaan. Ek denk as die houwe kan deurkom sal het definitief seer maak. Die laaste ronde wat gaan aanbreek hierna. Hallo Johnny, kan nie meer gepraat van die? Hoek van James Tillis, ons hoor wat sê hulle. Daar is Johnny De Plooy. Ik ken die bijkomst. Hulle percepe me nu ook, hij is moe. Gaan even op straight ride nou, John. Staan nog vanaf met de straight ride. Oké? En doen jij nou die werk, alright? Het was net zo duidelijk.
Hulle sê hulle versuip getillis daar die oorkant se hoek. Daar sien jy dat Stanley Christodoulou om eers nou 'n bietjie gaan afdroog na die bak. En de ploeg is gevra om met de regheid rechter te slaan. Ronde nummer 10, laatste ronde van hierdie boksing. Gaan na hom toe, het Willie Lockwood, Danny de ploeg gesê, die slaat op het karakter, regheid rechter. Dus de ploeg nou wat eenvoudig wil aanval. Dit is wat so'n bietjie aanhang daar. Beide boksers klim nou in, hulle wil die geveg beklim met een eetklop hou. Beide boksers slaan vreselijk wild. Weer is dat die handskoene, maar nou ja, dit tap natuurlijk een man sy energie. Een mooie lijf aanval geweest daar hier, Danny. Maar Tillis geen net zo goed als wat hij ontvang. Dit was een hoog van Danny de Plooy wat bietjie by die handskoene voorbij gekom het. En nou het meneer Stan Christodoulou weg om te doen hier in die kruid. Ah, dat is een baie goeie, twee hoog van Danny de Plooy. Tillis onmiddellik voor het twee, weer is die laatste ronde. Ja, misschien kan de Plooy vir hom die geveg hier beklim. Dit is een goeie vertoning van hom in die tiende ronde. Dat is een goede vertoning en is een gedankbij Danny voor Tillis op weer. En Tillis is neer na een baie goede aanval. Hij gaat nu daar opstaan nie. Gaan hij is op. Hij is op en daar wordt tot bij afgeteld, maar hij is baie die mekaar. En de Plooy het voor baie hard gestaan. De Plooy het voor Tillis aangewijs, kom voor en toe. En toe het hij voor en toe gegaan en hij het voor Tillis baie hard geslaan. En vir oomblik het Tillis nie geweet waar hy is nie. Nou ja, hierdie ronde, dink ek bepaal die geveg. As sy Tillis opstaan, Tillis is besig om pad te kry. En meneer Christodoulou stop die geveg. Meneer Christodoulou stop die geveg. Hy besluit dat het op een technische uitkop hou beslis moet word. Dat Tillis genoeg straf verdier het daar. En ons gaan wacht vir die ambtelike uitslag. Dan gaan ons probeer kyk of ons met Johnny de Plooy kan gesels. Maar kom ons kyk eers. Een bietjie na die actie in die tiende ronde. Dis, daar kom die twee ouwe, die prachtige rechter. En dit het bietjie die wind in die seile gemaakt. Ek sien dat daar die hele gezicht van Tillis vertrek. Kom ons kyk van hierdie hoek af. Baie mooie rechter van Johnny de Plooy wat weer gekom het twee keer na mekaar en dit is waar die gesig vertrek het en weer een slag drie keer na mekaar en dit was die einde vier keer na mekaar rechter hakhouwe en dit is die einde van James Cooper.